sinds gisteren weten we dan dat een kabinet bekend is. Ja, nu de verdeling van ministersposten via de Haagse bronnen bekend is geworden. Inderdaad, is de bordesfoto, de beroemde bordesfoto van kabinet Schoof een stapje dichterbij gekomen. Voordat het kabinet daar staat, schuiven ze eerst aan bij formateur Van Zwol, vertelt politiek verslaggever Mats Akkerman. Daar hebben ze een paar dagen voor ingeruimd. Denk 3, misschien 4 dagen. Uurtje duurt zo'n gesprek meestal. En dan moeten al die mensen nog voor een hoorzitting komen in de Tweede Kamer. Nou, dat gaat ook allemaal weer zo'n week in beslag nemen. En dan, als die hele ploeg rond is, hebben ze met elkaar het constituerend beraad, waarbij ze dus echt de definitieve onderlinge taakverdeling maken. En dan is de hoop dat het misschien nog lukt om eind juni op het bordes te staan. Maar het zou ook wel kunnen dat dat begin juli gaat worden. Ja, we hadden dus inderdaad van Zolgoert, 26 juni was streefdatum. Nou, dat zou misschien begin juli zijn. Maar inderdaad, dus eerst die hoorzitting waar de beoogde winstlieden even doorheen moeten. Dat is iets nieuws, dat is een nouveauté in Nederland. Gebeurt in andere landen wel. Kan dat een struikblok zijn voor kandidaten? En met name was dat natuurlijk ingestoken in het feit van, ja, we gaan naar die extra parlementaire toestand met heel veel kandidaten van buitenaf. We gaan erover praten met Hans Koek-Broekstegen, die is hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Broekstegen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de eerste keer dat we dit doen, wat verwacht u daarvan? Nou ja, je moet er niet te veel van verwachten. Kijk, wat de Kamer gaat doen is een beetje de nierenproeven van de kandidaat bewindspersonen. Maar de Kamer gaat uiteindelijk niet over de benoeming daarvan. Want de grondwet die zegt dat ministers en staatssecretarissen door de regering worden benoemd. Nou is het natuurlijk wel zo dat de Kamer na het aantreden van een minister of een staatssecretaris het wantrouwen in die persoon kan uitspreken. Kijk, dan wordt het natuurlijk anders. Maar de Kamer heeft niet bij voorbaat wat te zeggen over de benoeming van de ministers en staatssecretarissen. Is dit dan een puur politiek ding waarbij we nog even de oppositie, de nieuwe bewindslieden zien grillen? Of hoe moeten we het dan zien? Ja, nou, dat laatste moet je zien te voorkomen. Kijk, ja, de bedoeling is dat de Kamer gewoon meer wil weten van de kandidaten. En bij dit kabinet lijkt dat inderdaad wel extra belangrijk, hè, omdat er relatief veel bewindslieden van buiten worden aangezocht. Dus de Kamer wil ze gewoon leren kennen. Kijk, als dat het idee is, dan is dat natuurlijk ook prima. We weten uit sommige andere landen wel dat het inderdaad een soort het grillen van de kandidaten door de oppositie is gaan betekenen. Ja, dat lijkt mij minder prettig. Ja, precies. Ja. Ja, we hebben dat ook een beetje gezien toen Wopke Hoekstra eurocommissaris wilde worden, toen hij nog minister van Financiën was. Een aantal partijen wilden zich meteen politiek profileren. Dat was meteen even vol gas tegen het CDA en Hoekstra. Die kans bestaat natuurlijk, hoe je het ook went of keert, wel, hè? Ja, kijk, wat ze bij Hoekstra natuurlijk probeerden waren van hem toezeggingen krijgen over hoe hij het beleid zou gaan voeren. En dat is ook iets waar de Kamer natuurlijk niet direct over gaat. De bedoeling is dat de regering het regeringsbeleid maakt. En nogmaals, de regering gaat ook zelf over de benoeming van ministers en staatssecretarissen. En de Kamer kan er kan er een mening over hebben, kan er indirect invloed op uitoefenen. Ja. Maar niet direct. Ja, als we kijken naar die Kamerleden, of mensen die van buiten komen, je moet nog een soort due diligence doen als regering om te kijken wie je aan boord krijgt. Dat gebeurt toch, neem ik aan, ver voordat zo'n kandidaat wordt voorgesteld. Er wordt wel even de doopcel gelicht en even gekeken, de nieren geproefd en gekeken hoe en wat. Daar een rondje langs de AIVD, dat soort dingen, dat helpt allemaal, denk ik. Gebeurt dat ook? Yes. Ja, maar het gebeurt heel beperkt. Ja, okay. Want als je... Kijk, kandidaten-ministers, die moeten inderdaad bij de formateur langskomen. De formateur gaat deze week, begreep ik, de gesprekken aan waarbij zaken als verleden ook aan de orde komen. Hè? Wat heb je gedaan? Zijn er dingen die de formateur of die de kandidaat-minister-president moet weten, ja, voordat die ministers aantreden? En dat onderzoek van de AIVD, dat stelt bij de meeste ministers niet zoveel voor. Die doen, de AIVD doet naslag in de eigen registers. Dat wil zeggen dus dat ze kijken of die naam voorkomt. Alleen de ministers die echt veel met staatsgeheimen te maken hebben, bijvoorbeeld met de AIVD of de MIVD... die krijgen een zwaardere screening. Ja, duidelijk. Het kan dus zo zijn dat er nog dingen naar voren komen nu tijdens zo'n zitting met de formateur. Tenminste, als die bewindslieden openheid van zaken willen geven. Dat wordt bijvoorbeeld door de NOS genoemd dat Gini Markerso, die genoemd wordt als minister migratie. Ja, voor migratie, dat hij het moeilijk kan krijgen omdat hij voordelen voor wapenbezit gehad heeft. Ja, nou dat, maar je moet inderdaad wel openheid geven. Want als je dat niet doet, dan komt ook zo'n formateur daar natuurlijk niet achter. En als de naam dan ontbreekt in de registers van de AIVD, dan lijkt er geen probleem te zijn. We hebben dat een heel aantal jaren geleden gezien met de staatssecretaris Belhout. Dat was toen van LPF, die na een paar uur al moest aftreden. Ja, precies. Omdat ze inderdaad gewoon een verleden had. Ja. Dat ze verzwegen ook had. En dat, dan moet je alsnog aftreden. En dat wil men voorkomen. Maar ja, dat vereist wel openheid van de kandidaten. Absoluut. Nu is het toch de bottom line. Gaat dit bijdragen, die hoorzittingen, dat nieuwe wat we doen aan het vertrouwen krijgen bewindslieden? Of zegt u van nou, dit is een one-off. We doen het één keer, de volgende keer doen we het gewoon weer zoals we het deden. Namelijk niet. Nou, ik denk wel dat we dat vaker gaan doen. Ja. Kijk, het gebeurt in de landen om ons heen ook. Dan hebben we natuurlijk een iets ander parlementair stelsel dan wij. Hè. Dus maar toch, het draagt natuurlijk er wel aan bij dat de Kamer alvast weet wie de kandidaat-winstpersonen zijn. Ja. Hè. De Kamer kan in ieder geval een opvatting over kenbaar maken aan de formateur. Dat kan nu nog en straks niet meer. Nee, als we nu het lijstje even bekijken nog, ten slotte, van de mensen die nu zo'n beetje op de rol staan, waarover het gonst in Den Haag, dan kom ik alleen maar mensen tegen die de sporen verdiend hebben, in de Kamer gezeten hebben, prominent waren in de partij. Nog niks extra parlementairs, waarvan ik dacht van nou, nu trekken we een heel register open van allemaal mensen uit publiek en private clubs om ons heen, die we straks een ministerspot zien krijgen. Dus ja. Ja, je kunt dit kabinet, althans als dit echt de kandidaten zijn, eigenlijk nauwelijks extra parlementair noemen. Precies. Er ligt toch een vrij lijvig regeerakkoord. De meeste kandidaten komen toch gewoon uit de politiek en uit de Kamer. Het kenmerk van een extra parlementair kabinet is juist een beperkt regeerakkoord en veel mensen van buiten. Ja, daar lijkt op dit moment geen sprake van te zijn. Nee. Als dat inderdaad bewaarheid wordt, wat zegt u dat dan, meneer Broekstegen? Dat er geen mensen willen? Ja, dat het toch een vrij normaal kabinet wordt. Ja, dat denk ik ook. Maar ook inderdaad, ik maak dan meteen misschien negatieve connotatie dat iedereen gevraagd is, maar niemand wil. Ja, dat weten we niet. Dat is waar. Daar ga ik geen uitspraak over doen. Nee. Dank. Hans Koek-Broekstegen is hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.